Is... Yo, kijkers van Bonus Game, ik ben Wouter. En ik ben Daniel. En wij gaan vandaag naar de Ford XRRS meeting. Ja, dat is het. Yes. In Lelystad. In Lelystad. In Lelystad, waar ook het Tuning Festival was en alles. Ja, de link zal in de beschrijving staan, dus als je die wil ook nog wat zien. Nou, niet ik was daar niet. Nodig heeft. Nee. Maar ja, dan gaan we dus. Kijken. Ja, ook eens kijken. Ja, dat is het. Ja, dat is het een beetje. Eerste impressies van het circuit. Oh. Okay. Oh, hier heeft Daniel toen ook gestaan, geloof ik. Met die M5. Toch groter dan ik dacht wel. Daniel zei, ja, we moeten er niet te veel bij voorstellen. Maar het is toch nog best wel groter dan ik dacht. En hier heb je alle Fordjes staan. En zo stinkt dat. Wat mij wel opvalt, kijk, dit is de Ford Puma. Die ziet er zo uit, zeg maar. Zo. Maar hij lijkt heel erg op de Cougar. En die ziet er zo uit. Alleen is dit, zeg maar, zo'n grotere broertje. Ah, fuck, ik heb hem steeds mis. Ja, loop ik er ook een keer net voor? Nee. Nee? Maar? Wat ben je aan het doen? Oh. Oké. Okay. Cool shot van Daniel. Ik ben heel benieuwd. Yeah. Nou, dan zie je hem straks in mijn edit. En dan zie ja. iPad problems met Daniel is opgelost. Yes. Yes, de microfoon. Oh, ik doe mijn eigen camera. Ik dacht dat je het schermpje eraf haalde, jongen. Het schermpje? Wat? Ik dacht dat je mobiel je schermpje was van je camera. Oh? Ik dacht dat je zo ging. Ik dacht, what the fuck? We hebben trouwens ook een hele coole poster, die was gratis. Van de Ford. Die zal ik thuis wel even laten zien. Dat is echt ik ga hem ophangen, want ik heb weer postjes nodig, denk ik. Ja, zeker. Het eerste postertje van 2016. Ja. Ga zelf uit de weg. Ik ga helemaal nooit uit de weg. Je staat in mijn shot. En je bent onscherp. Ja, jee, nu ben je scherp. Kijk, doen we een cool shot hier. Nog een cool shot. Die Ford. Daniel. Je wordt een thumbnail, hoor. Ja. Ach zo. Ah, die komt erop, jongen! Yeah. Oh, off-roading. I believe I can fly. Maar die komt in slow motion. We gaan nu daarheen, want daar is de Ford meeting. En hier gaan ze dan hopelijk wat harder wegrijden. Dus dan gaan we even kijken of dat wat is. Maar als het niks is, dan gaan we weer terug en dan komen we wat later weer hier. Dan vertrek je meest. Want er zijn nog best veel vertrokken. Het is nu 2:30 of zo. Ja, 3:30. Ah, eens kijken. Ja, 5 over half. Dat kan je niet zien. Om, 5 over half. I see you. En hier is de straight line. So they can rap very hard and fast and burnout and everything. I see some skits. Het zijn geen skits, man. Oh. Zoals ik zie komt er echt heel slecht weer aan. Ja, erg hè? Het gaat heel zon binnen, jongen. Ja, dat denk ik ook. Oh, hij is al scherp. Maar kijk, want hier is het nog wel oké. Okay. Ja, hij wil het echt niet scherp stellen. Ja, waar de motorrijdertje, waar al die Sebastiaantjes rond karren. Al die Sebastiaantjes rond karren, daar is het grijs. Hè. Kijk de video van Daniel voor meer informatie. Hè. Hij zag me, ik vroeg het aan hem. Ja? Ik ga even gas heel even kijken. Hij uit en af. Nou, weet je, ik ga gewoon terug. Ja? Ja. Ik sta hier in de regen voor jullie, doei. Ja.
Yes! Nee, je zit dan in de regen. Onder zo'n tentje. Gelukkig komen er nog wel wat ouders voorbij en dat maakt het dan wat leuker, maar ja. Als het goed is blijft het nog even regenen helaas. Maar hopelijk stopt het gauw en ja, bijna iedereen is alweer weggegaan. Ik ben fucking zeik. Ja, ik ook. Echt fucking zeik. Oh, dan gaat de F-150, F-350 of Raptor of wat? Ford Pickup Truck. Yes. Holy shit! Super vet! Die dag kan niet meer zijn! Ja! Yes! Oh, we hebben hem gezien, man! Ja, nu jij nog! Het is echt een super gave donuts en burn-out gezien. Ja. In de regen, het regent nog steeds, een uur later. Maar ja, nu over een drie kwartier... Dat was je wel. Niet horen, dat klinkt goed toch? Oeh, dat klinkt wel goed, ja. Maar over drie kwartier dan stopt het en kijk, dit evenement... Dat het sleeper is, hè? Oh ja. De funk truck. En ja, het wordt dus nu al opgehaald over 20 minuten, dan is hij er ongeveer. Zeewolde. Ja, alweer regen. Ja, alweer regen, maar nu zitten we binnen tenminste. Gelukkig. Ja. Dit was dan het einde van de video. Ja, ongeveer. Wij vonden het zeker leuk bij de voortmeeting. Ja, zeker. En ja, als je de edit wil zien of de car sounds, dan staat de link in de beschrijving. Als die dan al geüpload zijn, ja, denk dat, ja, deze upload je het laatst. Ja, ik denk het wel, Ja, okay. En daarna staat het dan ook in de beschrijving, dus check die ook zeker even. En dat zie ik jullie bij de volgende video. Ik heb op mijn tenen gaan staan eigenlijk zo. Ja. Oh ja, en dan ben ik zo. Ja. Dat doet het. Dan zie jij jullie in de volgende video. Bye. Bye.